Oproep tot deelname aan selectieopleiding tot schrijfjurist. De minister van Justitie en Politie nodigt juristen die belangstelling hebben om te worden opgeleid tot schrijfjurist voor de strafsector in eerste aanleg uit om zich aan te melden voor deelname aan de selectieprocedure. Voor deelname aan de selectieprocedure komen in aanmerking zittingsgiffeers die werkzaam zijn of zijn geweest bij de Griffie der kantongerechten. Of de griffie van het Hof van Justitie of het kabinet van de rechtercommissaris in strafzaken. Juridische studenten die tijdens hun universitaire opleiding goede cijfers hebben behaald en uiterlijk eind augustus 2019 zullen zijn afgestudeerd. Afgestudeerde juristen die tijdens hun universitaire opleiding goede cijfers hebben behaald. De opleiding heeft een duur van 15 maanden en omvat een intensieve stage. Die bij de kantongerechten strafzaken wordt doorlopen en daarop afgestemde theoretische vorming. De deelnemer zal worden beoordeeld, tussentijdse beoordeling en eindbeoordeling. Na succesvol afronden van de opleiding tot schrijfjurist, straf, ontvangt de deelnemer een certificaat en wordt de deelnemer aangesteld in de functie schrijfjurist. De aanmelding kan tot uiterlijk 30 maart 2019 per motivatiebrief. Gericht aan de minister van Justitie en Politie, Henk Aronstraat, nummer 1 de Paramaribo, met insluiting van uw curriculum vitae, fotokopieën van de door u behaalde bul of cijferlijsten. Voor meer informatie omtrent deze oproep, gaarne de website te bezoeken www.deboodschap.today.